Hoi, ik ben Randy. Mijn naam is Pien. Ik ben Iris. Ik heet Ilona. Ik ben Yvette. Mijn naam is Jessie. Ik heet Maartje. Ik ben Isa. Ik ben Martin, haarstylist bij Salon B in Amsterdam. Ik ben Jill, ik ben 23 jaar en ik werk bij Salon B in Arnhem. Omdat ik het heel tof vind om klanten een hele leuke ervaring te geven. Omdat ik echt als klein meisje het al super interessant vond om met haar te spelen. Met het haar van mijn nichtjes, met Barbiepoppen. Het is echt de beste versie van zichzelf te voelen. En naarmate ik ouder werd, bleef ik het interessant vinden. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een kapsopleiding. En toen ben ik uiteindelijk hier beland. Dan heb je je werk goed gedaan, denk ik. Ik merkte aan mezelf dat ik het dus niet kon om de hele dag op school te zitten en alleen maar te luisteren. En dat dan 4 jaar lang. Omdat ik na een aantal jaren wikken en wegen en verschillende opleidingen eindelijk met de kappersopleiding bij Bee Academy ben begonnen. Ik vond het heel moeilijk om sowieso stil te zitten en ik ben wel echt een praktijkmens. Dus toen na 1,5 jaar heb ik gedacht van weet je wat, ik ga gewoon echt doen wat ik leuk vind. En dat is het kappersvak in. Heel leuk. Ik vind het heel fijn dat er een technisch element en een creatief element in zit en dat het heel afwisselend is. Dankbaar werk is het en je wordt er blij van. Ik vind denk ik de diversiteit van mijn baan op dit moment het allerleukst. Dus dat ik en klanten help, mannen, vrouwen, ik knip, ik kleur, ik stuur assistenten aan. En ik had gelijk zo'n tof gevoel bij dit bedrijf en bij deze salon. En ik vond de vibe in de zaak echt heel erg vet. Nou ja, echt de happy vibe. Dat is mijn dat gevoel kreeg ik erbij van om bij Salon B te werken. Dat je wel je vrijheid hebt, maar wel gewoon echt binnen een team werkt. Ik zou ze adviseren om langs te komen in de salon, zodat ze kunnen zien hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. Want misschien klinkt het soms spannender dan dat het is. Ik zou gewoon een keertje langskomen, lekker kletsen met de haarstylisten die er op dat moment zijn. Een beetje proeven hoe de sfeer is, ja, zodat je echt kan ervaren hoe het werkt in de salon. Dan merk je vanzelf of je gevoel er goed bij zit. En ik geloof dat als je gevoel er goed bij is, dat je dan gewoon soms de sprong moet wagen. Want spannend zal het altijd zijn. En ook zeker niet bang zijn om te falen. En wat mij altijd, wat mij overstag heb gemaakt, is dat een ondernemer altijd risico's neemt. En niks kan fout gaan. Je hebt gewoon een groot vangnet. Ja, ik kan niet anders zeggen dan het gewoon doen.